mentaal ook weer sterker ben geworden. Dit is een pyjamaatje. Ik heb wel alles in maat 56 gekocht, want 50 passen zo meteen toch niet meer. Dus alles ligt op de grond. De sokken zijn zeiknat. Ik moet nu zelf ook eten maken, dus ja, ik ben nu gewoon best wel... ik weet het even allemaal niet meer. Ik ga niet in Brabant wonen. Nou, en waar ben ik nu? Tussen alle worstenbroodjes. Het is vandaag dinsdag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net een pakketje binnengekregen en ik ben echt heel erg enthousiast. Want ik mocht een ketting uitkiezen bij Mama Loves. En ze hebben daar echt hele mooie kettingen die je dus kan laten graveren. Of waar je een geboortesteen aan kunt laten hangen. En ik ben echt, ik ben echt heel erg nieuwsgierig hoe die in het echt uitziet. Jessie zit trouwens daar klaar in de kinderwagen, want ik ben van plan om even naar het winkelcentrum te gaan. Ik moet even naar de kruidvat om tepelzalf te halen. Ja, leuke informatie, maar die ben ik kwijt. Waarom raak ik die dingen altijd kwijt? Juist die dingen die ik nodig heb. Zoals Purol ben ik ook altijd kwijt. Mam, Made of Magic. Hé, dat vind ik een mooie kaart. Lief Joan, gefeliciteerd met de geboorte van Jessie. Hierbij jouw gepersonaliseerde ketting om voor altijd dichtbij te dragen. Heel veel draagplezier. Nou, dat is super lief. Oh, wat schattig. Oh, ik hou er echt zo van. Moet je kijken, wat leuk. Ach, wat is dit leuk. Hand engraved by Katrien. Product 14K tech ketting. Nou, oh, dit vind ik echt mooi. Oh, dit is zo mooi. Kijk. Haar naam staat hier ingegraveerd. Met een geboortesteentje erbij van de maand oktober. Oh ja, ze hadden dus ook de geboortebloemen van ons drieën in laten graveren. Wauw. Dit is toch zo bijzonder. Ik vind het echt... Ja, ik vind het heel erg speciaal. Het is een geboortebloem van april en twee geboortebloemen van de maand oktober. Hey, ik ben eindelijk de deur uit. Ik heb trouwens een jas aan van Noppies. En aan deze jas hoort nog zo'n extra stuk jas. En dan kan je dus een draagzak onder deze jas dragen. Denk je alles te hebben, vergeet ik mijn autosleutel. Dus ik ben weer boven. En net kom ik weer... En net moest ik ook weer naar binnen, want toen vergat ik mijn geld. En daarvoor moest ik weer een keer naar binnen. Omdat ik dus dacht... Dat mijn geheugenkaart niet in de vlogcamera zat. Het is al voor de derde keer nu dat ik weer naar binnen ga. Ik ben gewoon helemaal uitgeput. Dit is wel even een andere koek. Het is niet meer, ik stap de auto in en ik ben weg. Nee, nee. Het is drie keer naar boven gaan omdat je dingen vergeet. Ik ben naar de Kruidvat, de Zeeman, de Jumbo en naar de Action geweest. Ik had een actie in de tent dat ik helemaal uitgeput. Het is wel echt heel chill hoor, die kinderwagen. Met waarin ik gewoon alle spullen gewoon beneden kan dumpen. Dat is echt heel chill. Ik hoef gewoon met niks te slepen. Jess was ook gewoon de hele tijd lekker aan het slapen. Dus dat is ook echt top. Dat ze gewoon blijft pitten. En nu zit ik eindelijk in de auto. Maar het is toch wel wat hoor. Met je kinderwagen en je dochtertje op stap. En dan heb ik nog mazzel dat ze rustig is en chill. Kijk, dat zal misschien ook wel een keer anders zijn. Of misschien dat het wel verandert. Ik heb geen idee. Maar ik ben blij dat ik even... dit heb overwonnen en dat ik in mijn eentje met de kinderwagen en met de autostoel de deur uit ben gegaan. Want ja, ik vond het toch best wel spannend. Ik ben al wel een paar keer naar de supermarkt gelopen, maar dat vind ik anders dan dat je met de auto ergens naartoe gaat en dat je de spullen eruit moet halen, in moet laden. Maar ja, ik ben echt trots op mezelf dat ik dit in mijn eentje heb gedaan. Die autostoel is wel echt een uitvinding. Je draait hem zo. En dan schuif je hem naar je toe. Wacht. Ja, je schuift hem zo naar je toe. Zag je wat ik deed? Echt heel handig. En dan kan je haar er zo uittillen.
dingen lukken me ook echt nooit in één keer. Misschien vinden sommigen van jullie het misschien wel een beetje raar om dit te zien. Maar voor mij is dit de normaalste zaak van de wereld. Kind moet gewoon eten. Kind moet gewoon groeien. En het eten komt nu gewoon nou eenmaal uit petit. Ja, vroeger deden ze het ook zo. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag doen, nog steeds. En het geeft me ook gewoon echt een heel goed gevoel om te zien dat zij groeit. Het kost wel heel veel energie. Ze zuigt letterlijk energie uit mij. Dus ja, ik ben wel sneller moe. Maar het gaat wel steeds beter. En ook omdat ik mentaal ook weer sterker ben geworden. Dus dat scheelt. De nachten zijn dan wel nog pittig. Want ja, je hebt soms avonden dat ze gewoon niet lekker slaapt. Er is heel veel aangeraden om haar in te laten bakeren. Via Instagram kreeg ik dat door. Ik kreeg heel veel DM's binnen. Ik heb vannacht trouwens wel weer goed geslapen hoor. Dus dat scheelt wel. En ik ga denk ik misschien nog 2 maanden door met borstvoeding denk ik. Dan heb ik 3 maanden borstvoeding gegeven. Of misschien iets minder. Moet nog even kijken. Want ik wil op een gegeven moment wel overstappen naar flesvoeding. En naar mijn mening is borstvoeding nog steeds wel de allerbeste voeding die je kan geven. Maar je bent wel gewoon heel erg beperkt in je vrijheid, merk ik. Ik bedoel, jij bent alleen de enige die haar kan voeden. En we hebben nu al een paar keer een flesje gekolft. En dat vond ik wel, ook wel heel erg chill dat Niek dan haar een keer een flesje kon geven. En ik vond het ook wel leuk om te zien dat Claire haar ook toen een flesje heeft gegeven toen we in Amsterdam waren. Dus dat is ook leuk dat gewoon ja, jouw familieleden haar dan ook eten kunnen geven. Dat is toch wel even een soort bijzonder momentje tussen die kleine meid en jou. En voor Niek vind ik dat natuurlijk ook gewoon heel leuk dat hij dat dan ook kan doen. Nu toe is het heel fijn. En zij valt ook hierdoor heel snel in slaap. Ik moet sowieso meer gaan eten, want ik ben best wel veel afgevallen. Ik weeg weer 56 kilo. Ik ben gewoon 10 kilo afgevallen. Want tijdens mijn zwangerschap woog ik 67 of 66. Dus ik ben 10 kilo afgevallen. En ook in mijn spieren. Ik zie het heel erg aan mijn benen ook en mijn armen. Dus ik moet ook wel echt aansterken meer gaan eten. Kleine meisje. Jij bent mijn allermooiste, mooiste, mooiste van de heel de wereld. Kusje. Het is wel stil hè, zonder Sjaan. Het is echt stil hier zonder Sjaantje. Donderdag komt ze weer. Knappie. Knappie van mami. Are you pooping in your luier? Dit is toch zo mooi. Hoe kan dit nou in godsnaam uit mij zijn gekomen? Ik snap er toch helemaal niets van. Oh, je hebt zo'n zwaar leven. Zo'n zwaar leven heb jij. Eten, poepen, drinken. Eten, poepen, drinken, huilen, slapen. Sjaan is even bij Claire en Colin. Het is nou echt een familiehond. Maar dat vindt ze helemaal niet erg. Dat vindt ze superleuk. Want ja, ik was daar natuurlijk eerst ook altijd. Dus het was juist voor haar een shock dat we nu heel de tijd hier waren. Want daar heeft ze natuurlijk veel meer aandacht. Omdat er veel meer mensen daar zijn in Amsterdam. Bij mijn familie dan. Kijk, ik heb het kettingje om. Leuk hè? En dit kettingje is van mijn vader geweest. Die had hij aan mij gegeven toen ik naar Love Island ging. Dat bracht geluk. Nou, het heeft ook goed zijn werking gedaan. Die heb ik heel lang niet meer omgehad. Dus die heb ik weer omgedaan na de bevalling. Ik vind het echt heel mooi, dit kettingje. En deze ring komt trouwens van Santorini. Volgens mij ben ik echt opgelicht. Het was echt iets van 100... volgens mij 160 euro of zo. Voor zo'n steen. En die ring was eerst goud, nu helemaal zilver. En dit poppetje heb ik ook bij de Action gehaald. Zo'n kerstelfje of engeltje. Die ga ik dan in de kamer doen van Jess. Ik ben naar de Zeeman geweest en heb ze echt, echt, echt leuke kleertjes. Dit pak van Nijntje. Super cute. Het is best wel een dik stofje. En lekker zacht. En dit jurkje vond ik ook wel heel schattig. En dan kan je er gewoon hieronder een maillotje aan
Deze was 8 euro. Dat pakje venijntje is 10 euro. En dit is een pyjamaatje. Ik heb wel alles in maat 56 gekocht. Want 50 passen zo meteen toch niet meer. Hier zitten een soort van vlindertjes of bloemetjes op. Dit soort pakjes vind ik echt heel, heel handig. Deze vond ik ook superleuk. Een tijgprintjurkje. Dus echt een aanrader hoor, de Zeeman met kinderkleding. Ik vind onzin om dure kinderkleding te halen, want ze groeien er echt heel snel uit. Moet jullie ook bekennen dat ik nu al kledingstress heb bij die kleine. Want als zij iets al te vaak aan heeft gehad, dan vind ik het saai worden. Erg, hè? Maar dat komt omdat ik natuurlijk heel de dag met haar ben. En dan wil ik haar gewoon leuk aankleden. Het is vandaag woensdag en ik ga zo naar de kapper. Die extensions gaat ze eruit halen, want de banen die ze heeft besteld van mij zijn binnen. We hebben zelf natuurlijk helemaal aan het installeren, dus de baby, Jessie, heeft een uur geleden voor het laatst voeding gehad. En ik was net aan het kolven, dus dit is top. Er is echt super veel uitgekomen. En ik had nog wat in een flesje zitten in een koelkast van gisteren. Kijk, ik heb superveel nu. Zoveel mag ze niet eens. Ze mag maar 100 milliliter. Maar er zit nu iets van 125 milliliter in. Ik neem mee in mijn tas luiertjes, schoonmaakdoekjes, een hydrofiele doek, zo'n hele grote. Twee van die soort, nog een klein hydrofiele doek en een soort washandje. Dan heb ik even proteïne drink voor mezelf. Flesje voor Jessie. Dr. Brown flesje heb ik. Want die Hagen-fles moest ik nog uitkopen. Dus laat maar zitten. Super handig is dat in de baby luiertas een verschoningsmatje in zit. Dus dat is ook wel heel fijn. Dit is mijn outfit of today. Ik heb deze jeans aan van My Sister's Closet. Deze top komt ook van de webshop. En het jasje. Maar deze zijn helaas niet meer te koop. Maar de broek wel. Ik heb mijn Ultra Mini UX aan. De kapper die ging dus niet meer door helaas. Dus ik ga zo meteen stories maken voor My Sister's Closet. Ja, heel vies, schoen op bed. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb de kledingsetjes eventjes op bed gelegd. En ik loop hier met een lepeltje rond van Jess. Want ik moet haar vitamines toedienen. Dit vestje doe ik zo meteen even. Met deze leren broek. Deze waanzinnige mooie top. En deze hebben we ook in andere kleuren. Deze body in het nude. Wat natuurlijk niet handig is met borstvoeding. Maar deze ga ik sowieso weer aandoen als ik geen borstvoeding ga geven. Als ik geen borstvoeding meer geef. Dit is zo'n coltrui jurk die ik dus ook in het beige aan had toen ik naar mijn ouders ging. Ook niet handig voor borstvoeding trouwens. Maar bij mijn ouders maakt het toch niet uit. Dan ga ik toch gewoon naar de slaapkamer. Ik trek gewoon heel de jurk omhoog. En dit is een coltrui. Was ook wel een lekker coltruitje. Ja, dat doe ik zo meteen wel even aan. En dit is een joggingpak. Gewoon lekker voor thuis. En de vitamines die ze elke dag krijgt. Knappie. Knappie. En ze zit dus in haar eerste sprongetje. Ik heb de app Oei Ik Groei. Komt-ie. Goed zo. Ze kijkt altijd een beetje gekkig als ze dit krijgt. Maar ze houdt het wel binnen. Doe ik altijd nog een beetje zo. Ploep, zo erin. En dan maak haar toet even droog met een tissue. Ik dep het alleen een beetje eraf. Dit heb ik als cadeau gekregen. Echt heel schattig. Van een collega van de moeder van Colin. Dus heb ik daar opgehangen. Gewoon nu lekker met mijn babytje aan het chillen. En ondertussen even wasjes draaien. Huishouden. Dat doen we eigenlijk gewoon heel de dag door. Ook al blijft het echt een grote troep hier in huis. Ik snap er ook helemaal niks van. Nou, ik kan gewoon niet opruimen. Nou, ik gaf Jessie dus net een grijs-wit boekje. Volgens mij heb ik me echt al 4 keer omgekleed vandaag. Nee, ik heb me heel vaak omgekleed trouwens. Want ik ben een My Sister's Closet heel aan het maken. Heel houdt in dat je een soort van modeshow geeft op je Instagram stories. Of op je social media. Nou, dit boekje heb ik dus op Amazon gehaald. Ik heb een app Oei Ik Groei. En daarop staan dus ook opdrachten die je dus met je kleintje kan doen. Ze zit nu in haar eerste sprongetje. Nou, en dat houdt dus in.
Ja, dit houdt het dus in. Mag je zelf even lezen. Ik heb geen zin om voor te lezen. Ja, hier staat ook nog meer uitleg. Dat ze meer kleurt. Dat ze meer geïnteresseerd is in fellere kleuren. Dat ze hoge contrasten nu goed ziet. Dus je hebt ook een spelletje. Contrastboekje. Nou, dit had ik dus al een keer gelezen. Vandaar dat ik ook dit contrastenboekje bij Amazon heb gekocht. Dit heb ik net voor haar neergelegd. En ze viel gewoon in slaap. Dus daarvoor werkt het misschien ook wel goed dat ze lekker kan slapen. Maar er staan dus allemaal verschillende spelletjes in die je dus met haar kunt doen. Dat vind ik wel heel interessant. Ik denk dat ze daar ook best wel wat huilerig was vandaag. Maar ja, ze ligt nu lekker in de box te slapen. En ik ben bezig met stories maken. Mijn baby ligt lekker te slapen. Ik dacht ik ga een andijviestampot maken. Maar ik wist dus niet dat je twee zakken andijvie nodig hebt. Want we hebben nu eten gemaakt voor een kind. Nou, voor Jessie, hè? Ja, voor Jessie. Nou, dit wordt het avondeten. Het is echt zo fijn. Heel die andijvie is gewoon weggestoomd. Het is gewoon weg. Ik had zin in een stampotje. En lekker een rookworstje. Het is wel echt super lekker. Gewoon zo'n kant-en-klare aardappelpakkie. Met andijvie, maar voortaan moeten we wel gewoon van twee van alles nemen. Het ziet er niet heel weinig uit, maar ja, we lusten wel meer natuurlijk. Maar het is wel lekker zo'n winterse maaltijd, hè? Heerlijk. Is dit onze Jessie? Een beetje dikke hondenkin. Ja, ze heeft echt een hondenkin houden. En ook echt een bolle toet heeft ze gekregen, hè? Ja. Is echt gegroeid. Oh, die is volgens mij. Oh. Geen cadeautje voor jou. Bij ons is zo, als Niek thuis komt van werk, dan mag hij alle luiers doen. Totdat het nacht is en dat ik dan eruit moet om borstvoeding te geven en dan de lui moet verschonen. Nou, het is geen afspraak. Nee, het is geen papier. Ik doe het uit mezelf gewoon. Het is een cadeautje wat ik gewoon een cadeautje? Nou, het is een cadeautje voor jou dat ik een kind eruit heb lopen persen. Op jouw verjaardag. Ja, maar jij hebt net of we hier nou een reglement getroffen hebben. Nee. Terwijl ik gewoon aan het goed wil, maak ik gewoon in de avond haar luiers schoon. Nee, maar dat zo hoort dat gewoon, mop. Nee, het is ook ja, geen. Ja, maar jij zegt gewoon een regel. Terwijl ik het nee. Uit goede bedoeligheid maak ik. Ja, het is ook geen regel. Het is gewoon iets wat we gewoon uit onszelf doen, zeg maar. Niek die pakt het gewoon op als hij thuis komt. En ik ben overdag. En in de nacht ben ik met haar bezig. Ze is echt kapot blij om jou te zien, want ze maakt geen geluid. Dan moet ze anders huilen dan. Ze huilde wel veel vandaag. Ja, het verschil gelijk. Oh, hij voelt zich meteen weer lekker hoor, dat ik dit zeg. Dat is papa's kindje. Dit is papa's kindje. Oh, ze is gewoon helemaal nog niet wakker. Ja, mijn poepie. Jessie, mijn poepie. Ben je er daar? Hallo. Aarde aan Jessie. Oeh, doe Jessie. Maar ik wilde haar lachje opnemen. Zet, die lach duurde gewoon 4, 5 seconden. Ik heb nog, ja, dat was de langste lach die ik ooit heb gezien shit, bij de. Shit, gemist. Je baby. Volgens mij gaat ze zo meteen lekker knallen. Jessie gaat lekker in bad. En ze kijkt naar de lab. Dat vindt ze heel interessant, het licht. Kijk hoe gegroeid ze is. Dikke voetjes. Dikke beentje. Nou, het is hier zeiknat. Die dop ziet er volgens mij nog niet goed op. Er ligt overal water. Echt, het halve bad is eruit gestroomd. Ik heb per ongeluk op die dop. Ja, ik had per ongeluk de dop eraf gehaald. Doordat ik met mijn vinger dus aan de onderkant ging zitten. Dus alles ligt op de grond. Mijn sokken zijn zeiknat. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En nou, ondanks dat Jess goed heeft geslapen, ben ik echt ontzettend moe wakker geworden. Ik heb geen idee waarom, terwijl ik ook gewoon uurtjes achter elkaar heb geslapen. Maar ja, hè, moe zit in het woord moeder, dus dat zal wel kloppen. Je bent gewoon moe. Dus, wat heb ik dus ook heel dom gedaan? Nou, ik heb van deze dingetjes gehaald van Mendela. Dat zijn van die melkopvangers. Want meestal als mijn
als Jessie uit mijn rechterborst bijvoorbeeld drinkt, dan gaat mijn linker tiet lekken. Maar dat is super zonde, want het is gewoon melkverspilling. Mijn vrouw komt even erachter dat dit soort dingen ook bestaan. Dus ik heb het besteld bij Amazon. Nou, heb ik het dus ingedaan. Ik helemaal blij. Ik dacht, oh yes, vang ik nu eindelijk melk op. Moet je kijken wat er nou is gebeurd. En ik denk bij mezelf, hoe kan dit nou? Het is gewoon allemaal melk gelekt. Zit hier dus gewoon zo'n gaatje. En ik heb het ding gewoon zo ingehad in plaats van rechtop. Dus het is gewoon allemaal eruit gevallen. Dat gevoel wanneer er iemand langskomt en je wilt als de wietenveer alles opgeruimd hebben. Dus ik ben nu bezig om alles snel op te ruimen. Terwijl ja, iemand komt langs. Zal haar een borst wezen of het hier helemaal opgeruimd is. Maar ja, voor mijn gevoel is dat wel gewoon prettiger. Nou, de kleine zit weer in de wipstoel. Ze heeft goed geslapen. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Ze werd 1 keer om 3 uur 's nachts wakker en 1 keer om 6 uur 's morgens wakker. Dus dat is goed slaap. Oh ja, ik had net al laten zien dat ik heel moe was. Nou, ik ben eigenlijk weer helemaal tot leven gekomen. Ik ben er weer. Ik ben aan het opruimen nu. Net een paar minuten geleden begonnen. Ik moet even opschieten, want iemand die kan hier elk moment zijn. Nou, ik word altijd wel even lekker gehyped als iemand langskomt. Ik vind dat heel gezellig. Ik heb hier visite op bezoek. Iemand is gezellig langs. Lekker baby knuffelen. Ze is zo klein. Iemand zei net, wow, ze is echt klein. Op de foto's lijkt ze veel groter. Ja. Het is echt, denk ik, net een kleine pop eigenlijk. Het is ook echt een poppetje. Ja. Maar ik kleed haar ook gewoon aan als een klein poppetje. Ze heeft net lekker gegeten. Een nieuwe vriendin. Ja. Dat je goed hoor, zo'n witte baby. Het is uit mij gekomen. Tijd omdat het wit was van binnen. Dit is letterlijk een uitkomst vanuit een bounty. Ja. Wat er uit een bounty uitkomt. Ik heb zo'n verslaving op het moment. En dat zijn deze koekjes. Ik eet deze al. Sinds ik thuis ben van de bevalling. Niek heeft ze 1 keer gehaald. En nu haal ik ze gewoon voor altijd. Het is zo lekker. Jessie is best wel chagrijnig. Al heel de dag. Ik weet nou niet of het nog steeds dat eerste sprongetje is die ze heeft. Volgens mij duurt dat een aantal dagen. Ik heb al haar lui verschoond. Ze heeft al gegeten. En ze heeft gewoon mijn borsten goed leeg gedronken. Dus daarna ligt het niet. Ze wilde heel veel bij me zijn, maar ik vind het niet erg. Ik vind het ook gewoon heerlijk om bij haar te zijn. Maar ze doet dit gewoon al heel de dag. Ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Nee, ik heb echt de poepluier verschoond. Dus dat is het echt niet. Ja, of misschien wel een beetje krampjes. Maar ja, als ze echt krampjes heeft, dan huilt ze wel echt keihard. En dat doet ze ook weer niet. Dus ik weet het echt niet zo goed. En sommige mensen zeiden, ja, misschien is wel de regeldag. Maar ik dacht dat die al was geweest. Soms weet je het gewoon niet, ja. Hoe weet je nou echt wat ze hebben? Ze kan niet vertellen tegen je of zo. Dat vind ik wel, ja, dit vind ik dan wel even lastige momenten. Ik denk van, wat moet ik nu doen? Wat heeft zij nu van mij nodig op het moment? Ja, of ik moet haar gewoon weer tiet geven, maar... Dat is echt niet wat zij nu nodig heeft. Ja, wat is dat toch? Ik weet het ook even niet hoor. Ik ben mijn vlog nu aan het uploaden. Mijn bevalling vlog. En ik vind het best wel spannend. Want ja, dat is toch wel een kwetsbaar moment uit mijn leven. Wat ik gewoon wel echt aan heel de wereld ga laten zien. Ik vind het sowieso wel spannend. Want dit zijn wel echt de eerste... beelden waarin je gewoon ook echt de kleine heel goed ziet. En die zie je natuurlijk op Instagram ook wel. Maar het is wel anders dan in de vlog. Ik vind het wel een spannende wereld waar ik nu instap met mijn kleine of zo. Het is toch wel heel intiem en kwetsbaar. En het wordt nu wel gewoon niet meer privé. Maar goed, ik kies er ook zelf voor. Want ik vind het zelf hartstikke leuk om alles te delen. En nu is ze gewoon in slaap gevallen. Dit is gewoon wat ze wilt. Gewoon lekker bij mamaatje zijn. Oké, ik moet jullie wel even toegeven dat ik het zwaar heb. Het lijkt allemaal alsof het koek en ei is. En zo gedraag ik me ook, omdat ik het ook wil dat het zo gaat. En soms gaat het ook wel zo, maar je hebt ook dit soort momenten. Die draagzak die zit nog steeds niet goed. Ik heb hem ook al dagen niet omgehad, omdat hij gewoon niet goed zit.
Maar ik moet hem nu gewoon even om, want ik ben aan het koken. En ze heeft wel genoeg steunnetje. Ik kan haar kussen. Beentjes zitten ook in een M-vorm. Maar ja, ze... irritant. Maar ze is zo aan het huilen. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Volgens mij moet ze gewoon het eten. Volgens mij moet ze gewoon eten. Maar ik moet nu zelf ook eten maken. Dus ja, ik ben nu gewoon best wel... ik weet het even allemaal niet meer. Het huis is ook echt een bende. Nou, het is wel echt het laatste waar ik me zorgen moet maken eigenlijk. Maar ja, dit soort momenten heb je ook. Dat je gewoon even... ik weet het gewoon even niet. Eigenlijk moet ik alles even pauze zetten en stoppen met koken. Maar ik ben echt zo klaar. Dus ik moet het nog heel even volhouden. Heel even maar. Ze heeft een heel leuk pakje aan. Oh, nou ze... Nee. Ze is niet meer rustig. Zo aanstellen. Niet zo aanstellen. Nou, uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dat gejank net die we dus net in de keuken zagen. Ze had gewoon best wel trek. En er kwam een gejank uit. Wij hebben nog nooit zo'n hel gehoord. Niet normaal. Echt een heel nieuw geluid heeft ze weer ontwikkeld met huilen. Ja, dit is wel normaal. Maar wij hebben echt net een hel gehoord. Dat heel Breda kon horen, denk ik. Ja, gewoon drama queen geluid kwam eruit. Echte drama. Diva gedrag, ja? Oh. Het eerste divaatje en dan kwam naar boven. Nee, Niekse stem is een beetje weg, want hij is verkouden en hij moest heel veel praten vandaag op zijn werk. Dus hij heeft een heese stem, wat ik best wel sexy vind. Een hotel heb je haar. Ja, ik ben naar de kapper geweest. Ik kan mijn hartje om. Ben je naar de kapper geweest? Dat wist ik niet. Oh, dat is een goede parfum. Ik had een kleinigheidje gekregen van iemand. Waaronder deze. Nou, het doet eigenlijk wel iets met mijn bra pads. Wat? Ja, ik ben naar de kapper geweest en je zegt niet eens van mijn haar. Dat zou ik zeggen. Je kreeg niets om, hè? Stel je voor dat ik nu omgedraaid was, dan werd ik nu gewoon vermoord, hè? Maar ik werd nu vermoord. Oh. Ja, maar ik heb gewoon echt een drastische verandering in mijn haar. Waar heb je het over drastisch? Dat was ja, het is super kort geworden. Er is zo'n stukje af. Nou, mijn baard is ook zo'n stuk korter gemaakt. Oh, ja, wat netjes. En nu is ze weer stil. Want ze gaf een harde gil, dus ik wist meteen wat ze wil. Oh nee, wat ze wou is het eerder. Dan kunnen we haar rustig in bedje stoppen. En dan hopelijk weer een goede nachtrust hebben. We gaan het meemaken. Vannacht hadden we echt goed geslapen. Dus ik hoop dat ze dit nu even vasthoudt. Maar ja, ze is zo onrustig. Ze is zo onrustig sinds een paar dagen. En ze schreeuwt nu gewoon als ze trek heeft. Ze schreeuwt echt. Maar dan heeft ze net gegeten en dan gaat ze weer. Wie is dit? Is dit een ander kind of zo? Ja, dit is echt een different... waarom ga ik Engels praten? Ja jongens, dit hoort er ook bij. Het is alleen maar... Ja, maar ze moet even pauze. Oh. Ze liet zelf los. Dus ze moet ook even pauze, want anders drinkt ze te snel achter elkaar en krijgt ze de hik. En als ze de hik krijgt, dan moet ze ook weer janken om zichzelf. Omdat ze niet weet wat ze met zichzelf aan moet dan. Als ze dan de hik krijgt, dan haal ik haar dus rechtop. Het is een beetje lastig te laten zien met een camera in mijn handen. Maar meestal gaat het dan wel vanzelf weg. De baby ligt lekker te slapen. En wij keken dus net onze bevallingsvlog terug. Want Niek wilde dus de vlog kijken. En toen zei hij ook van, toen we haar in bed stopten, van ja, we deden echt maar wat. Ze sliep in een veel te grote slaapzak waar ze niet eens in paste. We deden echt maar wat. En ze sliep toen wel met kruiken, want dat hadden jullie al gezien, denk ik. En nu ligt ze echt lekker te slapen. Dit lampje is van de prenatal en die gaat ze echt goed op. Je hebt allemaal verschillende soorten geluidjes. En dit geluidje vindt Niek eigenlijk ook wel heel relaxed, want het doet hem denken aan zijn campingvakantie van vroeger. Dus hij zei net, doe even dat krekelgeluidje aan, ik ga er wel lekker op. Dus deze hebben we eigenlijk elke nacht aan, gewoon heel de nacht. En soms doe ik hem uit als iedereen gewoon slaapt, maar ja... Vaak vallen wij gewoon in slaap met deze lamp. Morning, het is 6:15. Het is 6:15.
Ik ben aan het golven. Nou, en net had ik dit ding gebruikt. Toen ik voeding gaf aan Jess, zette ik deze op mijn ene borst waar ze nog niet uit dronk. En er zat gewoon tot hier melk in. Echt lijp. En ik heb vooral echt heel veel dorst. Dus ik drink echt heel veel water. En tijdens de zwangerschap had ik dat ook al. Maar nu nog steeds. Ik ga vandaag dus weer naar de kapper. En dan neem ik een flesje mee. Als het daar druk is, dan vind ik het niet heel chill om daar met mijn tiet eruit te hangen. Mijn vlog staat er net een dag op. Ik vond het heel spannend om dat te delen. Echt een heel kwetsbaar moment. Maar ik ben wel heel trots op mezelf. Hoe ik het allemaal heb gefilmd en heb geëdit. Want het is nog best wel goed geworden. Goed gelukt. Ik krijg heel veel lieve reacties. Echt super lief. Dus dankjewel daarvoor. Ook mijn hele DM. Helemaal volgestroomd. Sowieso. Sinds ik ben bevallen is het niet normaal. Ik krijg zoveel berichtjes op de dag. Ik probeer het nu ook vaak te beantwoorden. Maar het is wel lastig hoor. Het is zoveel. Maar wel echt heel leuk. Zo, ik heb weer twee hele bakjes vol gemelkt. Het is vandaag vrijdag en ik kom terug van de kapper. Ik ben bij Lois geweest. Echt, ze is echt een topper. Ze heeft mijn haar zo mooi gefixt. En haar kapsalon is ook gewoon echt mega chill om daar te komen. En vooral met die kleine was het echt heel relaxed. Ze heeft gewoon een lekker sfeertje. Ziet er daar hartstikke mooi uit daar van binnen. En ja, die kleine deed het echt hartstikke goed. Ze moest natuurlijk af en toe huilen omdat ze gewoon lekker bij mij wilde chillen. En dan was alles gewoon oké. Of even een flesje die ik had gegeven. Nou, wat Lois heeft gedaan is mijn oude haar extensions eruit laten halen. Ik had eerst van die stukjes keratine extensions. En nu heeft ze een baantje erin gezet. Dus dat heeft ze zeg maar in mijn haar genaaid. Ze heeft even zo'n warmteborstel eromheen gedaan. Een beetje slag erin gecreëerd. En ja, ik ben er echt super blij mee. Het is echt heel mooi. Het ziet er ook gewoon lekker natuurlijk uit. Daar hou ik van. En ik vind de lengte nu ook wel echt, echt leuk voor een keertje. En mijn haar is gewoon één haarkleur nu. De haarextensions zijn dezelfde kleur als mijn eigen haarkleur. Zometeen komt Niek. En dan gaan we wel lekker onze vrijdagavondje hier thuis houden. En morgen ga ik lekker naar Amsterdam. Dus dat wordt ook mijn eerste uitstapje alleen met Jess. Dus dat vind ik ook wel weer spannend. Ik vind het wel gezellig. Ik neem haar gewoon lekker overal mee naartoe. Het is 4:50. Jessie heeft net haar eerste voeding gehad. En nu ga ik weer aan de machine. En misschien viel het vies, maar ik draag nog steeds mijn bevallingspyjama. Ongewassen, vol met bloed. Omdat ik het zo'n mooi moment vond. Nee, grapje. Gewoon gewassen natuurlijk. Oké, ik ga dus golven. En dit ga ik voor het eerst in een plastic zakje doen. Van Medela. Dit zijn die zakjes. En ik ga de melk dus invriezen. Het is zaterdag 25 oktober. Dus het is wel belangrijk dat je de datum erop schrijft. Zakjes die je in de vriezer doet met melk, die zijn dus een half jaar goed. Kijk, en dit is dus een voedings-BH die ik aan heb. Die ik elke dag aan heb. Ik heb er een aantal, ook in het beige. Het is echt een topsport hoor, die borstvoeding. Dus vandaar dat het misschien ook wel vaak in mijn vlog komt. Maar dit is eigenlijk gewoon bijna waar ik de hele dag en nacht mee bezig ben. Ja, het klinkt misschien heel stom. Dus ja, borstvoeding moet je echt niet onderschatten. Ik vind het wel een hele goede start voor mij en mijn kind. Dat is mijn mening. Omdat mijn borst dus ging lekken. Omdat ze aan de... Ze dronk dus aan mijn rechterborst. Mijn linkerborst ging dus lekken. En dit heb ik dus opgevangen. Kijk, je kan dit dus niet verzamelen als haar echte melk om mee te drinken. Want dit is alleen zeg maar het eerste laagje melk.
Maar nog lang niet alles natuurlijk. Maar hier zitten... Ja, het is zeg maar de dunne melk. En zij drinkt zeg maar als het ware eerst de dunne melk. En vervolgens komt ze bij de dikke melk. Waar dan zeg maar alle voedingsstoffen in zitten. Nou, hier zit vast ook wel wat in. Maar in die dikke melk, dat heeft ze dus uiteindelijk echt nodig. Om te groeien en zo. Kijk, ik ga nu even die kolf plaatsen. Het is al zo dom bedacht met die draad. Even serieus. Nou, er zal wel een reden voor zijn, maar... Oké, let's go. Ongeveer tot 5 uur. 5 over 5. Even 20 minuten aan het apparaat. Hier ga ik koekje erbij. Ik ga even wat eten. Water drinken. Nou, ik dus ook wel eens mee naar school vroeger. Deze is echt lekker. Daarna tepelzalf aanbrengen. Nou, nu wachten. Ga ik maar even op mijn telefoon scrollen. Hè? Hoe kan dat doen? Ik zit naar stories te kijken van mensen. Ik was allemaal vergeten dat het zaterdagnacht was. Iedereen is gewoon echt aan het uitgaan. Ik zit thuis aan een fucking kolfapparaat. Echt. Mijn leven in één keer veranderd is, man. Dat is wel niet normaal. Mijn leven is zo erg veranderd. Bizar. Eigenlijk in een hele korte tijd. Sowieso na Love Island. Dat is 3 jaar geleden. 3,5 jaar geleden. Gewoon echt zoveel gebeurd. En, nou ja, toen ik Nieke ontmoette, toen is mijn leven eigenlijk ook wel veranderd. Gewoon in 2 jaar tijd. Nou, in 3 jaar tijd eigenlijk. Eigenlijk sinds Love Island is mijn grootste verandering wel geweest in mijn hele leven. Tot aan nu. Meegedaan met een programma. Word je opeens herkend door allemaal mensen. En het wordt dan ook je baan, hè? Influencer is dan je baan. We gaan vloggen. Ik had natuurlijk een andere relatie. Toen ja, kreeg ik met Niek. En ja, toen dacht ik wel echt, wow, ik heb wel echt de liefde van mijn leven gevonden. En dan gaat alles snel, hè. Verhuizen, nou ja, niet eens. Zwanger raken, verhuizen. Dat gewoon... verkeerd gemanifesteerd. Ik zei heel de tijd, ik ga niet in Brabant wonen. Nou, en waar ben ik nu? In Brabant. Tussen alle worstenbroodjes. Nou ja, hè? We doen het allemaal voor de liefde en de baby. Ik ben gewoon letterlijk verhuisd voor de liefde. Lijkt wel grenzeloos verliefd. Nou, dat moet ik niet overdrijven, want dat is ook wel heel erg overdreven. Sommige mensen gaan naar, weet ik veel... aan de andere kant van de wereld om te verhuizen voor de liefde. Dit valt echt wel mee. Het is maar 1 uur en 1 kwartier van Amsterdam. Maar voor mij is het echt wel gewoon een hele, hele grote stap. En ik zie wel waar de toekomst ons brengt. Ik leef gewoon met de dag en ga het meemaken. Ja, zoals mijn vrienden, die waren dan nu allemaal bij elkaar drankje doen. Omdat een vriend van ons jarig is, ja, dan mis ik dat op dat moment wel. Dus dan heb ik daar van, oh, ik mis jullie. Tuurlijk mag je jouw leven ook wel eens missen. Dus daar is toch helemaal niks mis mee. Niks mis mee. Ja, dat is het leven. Dan is het gewoon go with the flow. Go with how life flows. Ah, even pijn, man. Nu even. Het doet normaal geen pijn. Het doet even pijn. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Nog even volhouden. Nou, en dan ga ik lekker slapen. Want het is 5 uur. En dan moet zij om. Even kijken hoor. Oh shit, ik heb helemaal niet opgeschreven hoe laat ze voeding kreeg. Ik denk om 4 uur. Ik was aan het slapen. Ik schreef om 11:30 op dat ze voeding kreeg. Dat was 4 uur 's nachts. Bron. Nou ja, rechts heeft ze gedronken, links niet. Dus die ben ik ook aan het afkolven. Nou,
6, 7, 8. Waarschijnlijk om 8 uur moet ze weer drinken. 4 uur ertussen. Ik vind het zo lijp dat dit gewoon uit me... Dat dit gewoon uit mij komt. Het is toch zo gek. Dat hiermee gewoon je kind doorgroeit. Ik vind het zo bijzonder. Ik heb het overgegoten in het zakje. En dan stop ik deze in de vriezer. Deze kan je overigens trouwens ook in de koelkast stoppen. Maar ik vind het wel handig om een stash op te bouwen. Zodat ze ook een keer uit logeren kan. Of zodat Niek en ik ook een keer een avondje uit kunnen of zo. Het is vandaag zondag en ik heb echt geen idee meer waar ik ben gebleven. Ik heb even een stepsel in mijn mond hoor, want ik heb een beetje last van mijn keel. Niek is ook verkouden, dus ja, die heeft mij aangestoken natuurlijk. Die kleine was ook een beetje verkouden. Het is niet mega verkouden, maar je hoorde wel dat ze hier een beetje een snotje vast had zitten. Dus ik heb van die zoutoplossing van Otrivine heb ik gehaald. Vandaag is ze precies 1 maand oud. Ja, we hebben dat gewoon lekker thuis gevierd. We zijn de hele dag binnen gebleven. Ja, het was eigenlijk een chill dag hier vandaag. Ik sluit hierbij ook deze week vlog af. Dus dankjewel voor het kijken van deze video. En ik hoop jullie allemaal volgende week weer te zien. Doei doei.